Dames en heren, welkom allemaal weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie in petto. En ik ga jullie vandaag namelijk laten zien hoe een dag in mijn leven er precies uitziet. We beginnen natuurlijk 's morgens altijd met een lekker ontbijtje. Dus die ga ik nu eventjes klaarmaken. En daarna volgt het yoga lesje. Sinds kort doe ik 's morgens 15 minuutjes aan yoga. Puur om mijn spieren even te stretchen. Om alles los te maken. Het is super goed voor je flexibiliteit, voor je mobiliteit van bepaalde spieren. Dus dat gaan we ook doen. Maar deze video zal voornamelijk bestaan uit losse beelden van de dingen die ik vandaag ga doen. En vanavond staat er natuurlijk ook nog een training op de planning. We gaan weer naar Credo Gym. Ik heb er echt super veel zin in. Dus ben je benieuwd naar de training? Blijf dan vooral even kijken. Smoothie en zoals jullie net hebben kunnen zien, ik heb skier gebruikt. Dat is gewoon kwark, magere Franse kwark eigenlijk. Skier, skier, ik weet niet precies hoe je het noemt. Daar 200 gram van ongeveer en dan heb ik sap toegevoegd. En daarnaast nog eiwitpoeder voor de extra eiwitjes. En dan krijg je dit. Echt super lekker en heerlijk gewoon. Dit krijg je gewoon heel makkelijk weg. En vaak is het zo dat met een echte shake met melk en alleen eiwitpoeder, dat heel veel mensen moeite hebben om dat weg te krijgen. En ja, echt tegen kokneigingen aanzitten. Dit is gewoon super luchtig. Dit is echt top. Dus ja, wil je niet een al te zwaar ontbijt, neem dan gewoon zo'n smoothie als deze. En dan is het nu tijd voor yoga. Zit weer op. Ik vind dat toch zo lekker in de ochtend. Als je dan lekker uit je bed komt, even stretchen, even die spieren helemaal losmaken. Echt top. Ik ga jullie nu meenemen naar de opslag van FK Sports. Want ik heb een aantal bestellingen binnengekregen en die moeten natuurlijk ingepakt worden en verzonden worden. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan krijgen jullie meteen te zien waar alle spullen van FK Sports zijn opgeslagen. We zijn aangekomen bij de opslag van fksports.nl. Super vet om jullie dit een keer te laten zien. Ik denk dat jullie ook wel benieuwd zijn geweest naar de opslag. Het is allemaal niet heel spectaculair. Het is gewoon een garage waar je in principe je auto moet parkeren. Maar ideaal als je wilt beginnen met je eigen webshop. En ja, voor nu hoeft het ook allemaal niet zo groot. Soms moet je gewoon onderaan beginnen. Dus ik ben er super blij mee. Ik heb de orders al klaargelegd, dus die ga ik nu eventjes inpakken. De camera ga ik op de statief neerzetten en dan kunnen jullie lekker meekijken. Oh ja, dit is trouwens de quote of the day, jongens. Niks zeggen, dom kieken. Dat staat op de deur. Fucking leuk.
Zo, dames en heren, we zijn weer thuis aangekomen. Alle orders zijn lekker weer verstuurd. Dus dat is top. En mocht je nou nog een leuk sportsetje willen bemachtigen, dat kan, want alles is weer op voorraad. Dus check nog even de website www.fksports.nl en score jouw setje. Ik ga nu lekker een maaltijd eten, want ik heb nog niet geluncht. En ik ga straks sporten, dus ik heb wel even een goede maaltijd nodig. En ik ga deze maaltijd nemen. En die is van Muscle Meals. En dat hebben jullie waarschijnlijk al eens eerder gezien in de vlog. Dit zijn gewoon kant-en-klare maaltijden. Deze maaltijd bevat 400 calorieën. Dit is allemaal voor je uitgerekend. Dus als je wil afvallen, wil je aankomen, wil je droog trainen. Ze hebben voor elk doel hebben ze aangepaste maaltijden. Deze maaltijd is dus met zoete aardappel. En broccoli. En beef. En ik doe het altijd even in een pannetje, want dan blijft het lekkerder. En je kan het natuurlijk ook opwarmen in een magnetron. Maar ik doe het lekker zo. Yummy, yummy, yummy. Nice. Ik zit weer in de auto, echt niet normaal hard getraind. Oh, zo lekker hè, dat ik kan. Ik ben echt Credo Gym nog steeds dankbaar dat ik hier mag sporten. En ja, helemaal gesloopt man, dat is echt bizar gewoon. Lekker even die beentjes weer opgepompt. En ik moet zeggen, ik ben nu 2 keer heb ik echt volle benen geknald hier. En ik merk gewoon weer aan mijn benen dat er een beetje pomp in komt. Dat het allemaal weer een beetje wat voller eruit ziet. Dus dat is top. En ik ga nu lekker naar huis rijden en dan thuis nog even eten. En dan is de dag eigenlijk alweer om. Zoals jullie zien ben ik weer thuis en ik heb net eventjes voor mezelf eten gekookt. Want Daniel is er niet en ik moest natuurlijk nog avondeten na het sporten. En oh, ik heb zoiets lekkers gemaakt. Moet je even kijken. Hè? Dit zijn dus asperges. Oh, zo lekker met balsamico en kaas eroverheen. Dit is lekker kippie en dan rusty rondjes. Want na een zware training mag je natuurlijk best wel eventjes goed eten. Dus ik ga nu lekker eten. En ja, dat was ook gelijk de video voor vandaag. En ik hoop natuurlijk dat jullie een video als deze erg leuk vinden. Dus laat me beneden in de comments even weten wat je hiervan vond. En ja, het was gewoon even een dagje in het leven van Francis. Vond jij dit een leuke video? Geef dan even een likeje. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. Want ik zie dat er best wel een groot percentage nog niet geabonneerd is, maar wel mijn video's kijkt. Dus abonneer, dat zou ik echt super vet vinden. En dan zie ik jullie graag weer volgende week vrijdag om 5 uur bij een nieuwe video.